En vandaag is het dan eindelijk zover. We keren terug naar deze magische wereld van Rebecca Jarros. Hier is namelijk de Nederlandse Limited Edition van Iron Flame. Het kenmerkende design is ook op een ijzeren vlam teruggebracht. En wat een dik boek is dit. Hij telt bijna 800 pagina's. Mocht je nu benieuwd zijn naar waar het verhaal precies over gaat, zet de video dan even op pauze. Maar wat niet kenmerkend is voor de internationale editie, zijn deze adembenemende sprayed edges. Kijk even naar de art die compleet doorloopt, zelfs op de boven- en onderkant. En hier is dan de hardcover zelf. Volledig in vlammende kleuren is dit boek echt een adembenemende verschijning, als je het mij vraagt. En in de hardcover vinden we ook nog een full color map van de magische wereld waarin het verhaal zich afspeelt. Maar dat niet alleen. Ze hebben ook nog een uitleg gegeven over de Vida Wing. En als je dacht dat we er al waren, nee. Er zit namelijk ook nog een kaartje bij van het Basquiat Oorlogscollege die echt mega gedetailleerd is. Ik ben heel benieuwd waar dit verhaal naartoe gaat en of het de hype van Fort Wing na kan leven. Ben jij dat ook? Vergeet me dan zeker niet te volgen voor de review.